vanuit de Westhoek komen en ja, voorgesteld worden als de zoon van Maxime Farazijn. Ja, ben jij er al een beetje op voorbereid dat dat waarschijnlijk de eerste introductie altijd zal zijn? Dit jaar misschien en hopelijk nadien je eigen naam maken. Ja, ik hoop het, ja. Dat is eigenlijk helemaal even al zo, dat ze spreken altijd de zoon van. Misschien wel, het is de man, het is niet mezelf die ik hier moet doen, dus ja, niet mijn vader die op de fiets zit. Is dat een voordeel of een nadeel? Want voor sommige sporters, die vinden dat een voordeel, dat ze ook die ervaring een stukje kunnen delen met iemand die, nou, die ze goed kennen. Ja, mijn vader zei eigenlijk niet zoveel. Hij heeft misschien gelijk en hij heeft er misschien vertrouwen in dat jij dat goed gaat doen. Bedankt, Maxime.